Sinterklaas is weer in het land. Deze middag kwam de Goedheiligman aan op de Zuiderkade in Emmeloord. Daar werd hij welkom geheten door heel veel kinderen en door twee burgemeesters. Ja, heel fijn dat het natuurlijk door kan gaan. En dit is natuurlijk wel een jaarlijks feest en hopelijk voor iedereen in heel Nederland. Ja, en fijn dat hij er toch is, want het was even spannend. Het blijft altijd weer even spannend, want er gebeurt altijd wel weer iets onderweg deze kant op. Ja, en corona helpt natuurlijk ook niet echt mee. Maar goed, het is toch fijn dat het toch weer even door kan gaan voor al die kinderen hier in Noordoostpolder. Nadat Sinterklaas voorzichtig voet aan wal had gezet, stonden de nodige plichtplegingen met de beide burgemeesters op het programma. Daarna had de Sint ook even tijd om ons te woord te staan. Ach, kijk nou, daar hebben we Omroep Flevoland. Sinterklaas, bent u blij dat u er weer bent? Ik ben enorm blij dat ik er weer ben. En ik vind het fijn om weer in Emmeloord te zijn. En u hebt een goede reis gehad? Ja, natuurlijk. Natuurlijk heb ik een goede reis gehad. Het was zelfs zo dat er eigenlijk dit jaar helemaal geen storm was. Dus ja, beter dan dit kon niet. Nee, het was fantastisch weer. We hebben geen rare dingen gehad onderweg. Ja, gewoon zoals het hoort. Maar we moeten wel snel verder, Sinterklaas, begrijp ik. Wij moeten helaas wel door. Toch weer een hoogtepunt van het jaar. Zo is dat. Wat gaan jullie nu verder doen met Sinterklaas? Wij gaan nu een rondje maken door de stad. En daarna hebben we nog een voorstelling in het voorhuis. En daarna gaan de Pieter en Sinterklaas natuurlijk alles voorbereiden voor 5 december. Sinterklaas stapte op zijn paard en reed verder Flevoland in. In Almere maakte hij met een treintje een rondje door het centrum. Op Urk nam hij een défilé af. Dronten en Zeewolde staan volgende week in zijn agenda.